kijkers, welkom allemaal bij een nieuwe vlog. En deze vlog die staat in het teken van de stichting Toys & Us. En Toys & Us, daarvoor heb ik Angelo uitgenodigd. En Angelo, zou jij mij wat kunnen vertellen over deze stichting? Ja, zeker. Toys & Us is een stichting die ongeveer 5 jaar bestaat, volgend jaar. En de stichting houdt zich eigenlijk bezig met mensen die nieuw zijn in Os, gevlucht uit oorlogslanden, veelal. Om ervoor te zorgen dat zij weer een goede start krijgen in de gemeente. En daarvoor hebben jullie pas geleden ook hier achter op het veld een hartstikke mooi project gerealiseerd. Vertel er eens iets over. Klopt, 1 keer per jaar organiseren we de Thuis van Os Cup. Waarbij eigenlijk iedereen vanaf een jaar of 16 welkom is om een mooie avond met elkaar te voetballen. En dat was een aantal weken geleden hier achter op het grote veld. En dat was een hele mooie avond. En een van die voetballers is Bashar. En Bashar, jij bent niet voor niks meegekomen, want ik wil jou eigenlijk gaan uitdagen voor een challenge. En jullie hebben hier pas geleden achter op het veld gevoetbald. Dus ik stel voor dat we een voetbalchallenge voor gaan maken. Laten we even naar binnen gaan en dan ga ik jou uitleggen wat de bedoeling is. Hey Bashar, we staan hier boven de sponsorroom van Top Os. De challenge luidt als volgt. Zometeen, vanaf hier, startpunt, de bal in zo min mogelijk schoten, binnen door het gebouw, voor het goal van de Seaside te krijgen. Ben je er klaar voor? Let's go! Let's go! Dit is slim hoor, ja, dit is slim. Ik wil wat voor mij. Had ik eigenlijk zelf moeten bedenken. Jouw beurt. Oké. Okay. Yeah. Hey Bashar, complimenten, goed gedaan. Ongeacht wie er heeft gewonnen, de winst bij jullie zit er voornamelijk vooral in een geldbudget dat jullie hebben gekregen vanuit het Osse Sportakkoord, namelijk €250. Angelo, welke bestemming krijgt dat budget? Met het budget gaan we proberen om de Thuis & Us Cup, die we nu hier laatst hebben georganiseerd, om dat een aantal keer per jaar te organiseren, samen met TSEC en Top Os. Dus wellicht dat ik Bashar volgend jaar nog een keer kan uitdagen voor een challenge. Wellicht. Ik dank jullie wel en heel veel succes ermee. Dankjewel. Oké. Okay. Oh, Blok Koning!